Atje, na de winterstop hebben jullie aardig wat punten laten liggen. Wat zal er volgens jou anders moeten de komende wedstrijden? Ik denk toch meer strijd. Ja, daar begonnen we wel goed mee. Maar de laatste paar wedstrijden is dat wat minder. En ja, we moeten gewoon kijken. Als het voetballen niet lukt, dat we gewoon anders moeten gaan spelen. Dus wat we de tweede helft tegen Telstar hebben gedaan. En dat is toch meer aansluiten en de lange bal zoeken. En ja, de aansluiting naar de voorhoede. En wat zijn jouw verwachtingen nog voor de rest van het seizoen? Voor mezelf of voor het team? Nou, beide. Voor mezelf dat ik beter ga spelen dan de afgelopen wedstrijden. Ik kan beter en het moet beter. En ja, hetzelfde voor het team, want ja, we kunnen nog steeds veel beter. We moeten gewoon weer het voetballen weer oppakken. Ja, maar ja, als dat soms niet gaat, dan moet je anders voetballen. Maar ja, we moeten gewoon vol er tegenaan de aankomende wedstrijden. We moeten gewoon vol erop en gewoon punten pakken. Punten niet laten liggen, want die zijn belangrijk. En na het seizoen keer je terug bij Vitesse. Hoe kijk je terug op je periode bij Cambuur? Ja, begon aardig. En ja, daarna begon ik met de eerste basiswedstrijd gelijk met de blessure en ben ik weg geweest dus. En ja, daarna ging het minder. En ja, 5 wedstrijden voor de winterstop, ja, toen had ik weer mijn basisplaats en ja, toen ging het weer top. En ja, dat moet ik weer oppakken, want dat niveau moet ik nu weer oppakken. De laatste wedstrijden vind ik minder dan die 5 wedstrijden voor de winterstop, die waren gewoon top. Was ik gewoon goed bezig. Dus ja, hoe ik erop terugkrijg. Dus ik ben wel tevreden. Maar ja, tevreden is ja, nog niet tevreden, laat ik zo zeggen. Maar ja, het seizoen duurt nog even. Dus ik moet gewoon doorgaan en blijven wikkelen. En dan had ik nog de kijkersvraag, en dat was de vraag: ga je volgend jaar voor je kans bij Vitesse, of lijkt het je ook nog interessant om een jaar terug te keren bij Cambuur? Ik ga me voor mijn kans voor bij Vitesse, ja. Ik denk het wel. Maar ja, je weet nooit hoe het seizoen loopt. Stel dat er hier wat moois gebeurt. Stel dat we naar de Eredivisie gaan, ja. Wie weet blijf ik dan hier. Alfons, na de winterstop hebben jullie pas 2 wedstrijden kunnen winnen. Vaak ongelukkig, maar het puntverlies is er. Wat zal er anders moeten de komende wedstrijden? Wedstrijden winnen. Ja, je kan het heel moeilijk maken dan het is. We hebben na de winterstop een matige wedstrijd, zeg maar een hele slechte wedstrijd, Veendam hebben we gehad. We hebben afgelopen vrijdag een wedstrijd gehad die we controleerden. De eerste helft ja, in een te gezapig tempo hebben gespeeld. De tweede helft wel prima gespeeld. Ja, over het algemeen, de manier van spelen zijn we wel tevreden over. Alleen ja, je moet meer punten halen, dat is duidelijk. Dus dat betekent dat je misschien het wat minder op het veldspel moet letten. Maar puur alleen om het resultaat moet gaan spelen. En dan wordt er vaak iets anders wordt er gevraagd dan dat we graag willen. Nou ja, als dat zo is, dan is het zo. En nu staat Emmen de komende 2 maanden 2 keer op het programma. Hoe bereiden jullie je hierop voor? Nou, op die wedstrijd van Emmen morgen niet anders dan op andere wedstrijden. We weten wat voor tegenstander we krijgen. De laatste 4 wedstrijden gewonnen, zitten een beetje in de winning mood. We spelen heel compact. Emmen speelt niet meer zo attractief naar voren. Dus dat weten we. En daar hebben we de afgelopen weken hebben we daar ook mee te maken gehad. Dus we weten wat ons te wachten staat. En belangrijk is hetgeen wat we vrijdag, vooral de tweede helft, hebben laten zien. Dat komende maandag vanaf minuut 1 dat we daarmee bezig zijn. En dat we dat op de mat leggen. En dan maken wij een goede kans om bij Emmen te winnen. En zelf heb je een behoorlijke tijd bij Emmen gevoetbald. Hoe vind je het om daar terug te komen? Ja, bij de clubs waar je of gespeeld hebt of als trainer actief bent geweest, is altijd mooi om mensen weer te treffen. Die er toen ook waren, toen ik er zelf zat. Ja, en een ambitieuze club. Het komt er alleen niet altijd uit. En ik word er eigenlijk een beetje dagelijks mee geconfronteerd met de mensen daar. En dat is prima. Maar voor mij geldt morgenavond maar 1 ding. En dat is Cambuur. En morgen bent u dus als eerste thuis? Nee, want ik kom voor de wedstrijd gewoon hier. En ik ga ook rustig met de bus terug. En dan van daaruit zien we wel of ik weer terugrijd naar Emmen of dat ik blijf overnachten in Leeuwarden. Prima, dankjewel en succes.